Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is bezig met voorbereidingen om een landelijke studie te doen over de aanpak van het Surinaams afvalverwerkingsvraagstuk. Dit zei minister Silvano John Ahin van het departement gisteren aan journalisten voor de aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat er momenteel veel milieuprojecten in de pijplijn liggen en zegt te hopen dat deze plannen snel van de grond komen. Het is een van de grote projecten die dus op de lijst staat, is met name Ornamibo. Eigenlijk willen we het afvalprobleem landelijk aanpakken. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor een landelijke studie voor afval. En dan praat ik niet alleen over huisafval, ik praat over alle soorten afval, vanaf autorakken tot chemisch afval, noem maar op. Dat is één. Maar tegelijkertijd zal er binnenkort een besluit komen over hoe we omgaan met name Ornamibo. Dat is onze grote vulstortplaats. Dat project staat nog heel hoog op de agenda. Maar ook de afvalverwerking in de districten, in de dorpen. John Ahin zegt dat het afvalprobleem samen met de private sector zal worden aangepakt. De handen zullen ineengeslagen worden om te komen tot een zeer effectieve uitvoer. Gisteren is in regeringsverband de aanzet gegeven om het voorstel van het bedrijf Total Energies in werking te laten treden. Deze overeenkomst moet milieuprojecten gaan financieren.